Bij Frika werd vorig jaar de ziekte van Parkinson vastgesteld. Deze variant is naar eigen zeggen vergelijkbaar met amyotrofische laterale sclerose, waarbij al zijn lichaamsfuncties langzaam ophouden. Frika worstelde ook met hartproblemen. In april vertelde de tv-maker aan de Telegraaf dat er een einde kwam aan zijn leven. Het gaat niet goed. Eigenlijk is het gewoon kloten. Mijn lichaam is weg, het wil het niet meer, zei hij tegen de krant. Ik wil er niet bij stilstaan, probeer er wat meer van te genieten.